Ja, dat klopt. Op het album staat een duetje met Melanie Beense, dochter van Peter. Eigenlijk zal er ook een duet opkomen met Frank van Etten. Alleen ja, Frank van Etten heeft even in een ziekenboeg gezeten, waardoor het uitgesteld is. Nu komt het wel op zijn album, maar niet op de mijne. Helaas. Maar goed, dan gaan we ook gewoon nog opnemen. Dus ja, en dan met Henk. Dus ja, het is een beetje het jaar van de duetjes. Nou, ik vind opnemen met een andere artiest, ja, daar ben ik eigenlijk niet zoveel van, want je zingt allebei apart in. Maar ja, het live optreden met z'n tweeën, dat is toch wel leuk om te doen. Ik bedoel, je pakt, dat is ook het idee, je pakt een stukje fans van Henk bijvoorbeeld en een stukje fans van mij. En ja, dat probeer je samen te voegen en dan creëer je voor elkaar weer een grotere doelgroep. Heb je dan nog een artiest waarvan je zegt van daar zou ik nog wel graag eens een keer een duet mee willen doen? Daar zou ik een duet mee willen doen. Nou, als je dan eigenlijk mijn vraag, als je dan een beetje persoonlijk gaat kijken, iemand die ik ook gewoon ken en waarvan ik ook fan van zijn stem ben, dan praat je zo over Wolter Kroes, denk ik. Dus wie weet voor het volgende album. Ja, ik zal hem morgen eens bellen.